leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is Eva en welkom op Veggie World 2019. Veggie World 2019. En ik ben ook gevraagd voor een soort Q&A-achtig iets samen met nog wat andere bloggers en vloggers. Eigenlijk zijn we gewoon met z'n vieren, gewoon een klein groepje, om wat Q&A-achtige vragen te beantwoorden. Dus dat gaan we eerst even doen. Ga jullie weer meenemen vandaag. Heel leuk, zin in. Als ik netjes aan mijn schoolwerk hou, dan niet. Staan of kan ik zijn? Nee, maar ik ga naar school. Je valt zo weg. Deze bakken toch? Ja, daar was ik al puntje zitten. Ik heb een vegan YouTube kanaal. Ik ben nu 4 jaar vegan. Ik ben 3,5 jaar nu online op YouTube. Het is een klein kanaal, wel langzaam groeiend. Ik ben mijn hele leven vegetarisch, dus heel veel mensen vragen af en toe hoe smaakt dit of hoe smaakt dat. Ik heb geen vergelijking met hoe soms vlees of vis smaakt, dus dat is voor mij af en toe wat lastig. Ik kan alleen zeggen of ik iets wel of niet lekker vind. En ik loop heel vaak op dit soort events rond, omdat ik het gewoon heel erg leuk vind om A, mensen te ontmoeten en ook B, om interactie met verschillende mensen te hebben die je bijvoorbeeld online wel kent, maar nog niet offline. En daarnaast heb ik ook nog mijn Instagram. Ik heb geen blog en alles is onder de naam Eva in Fruit Paradise. Ja, dankjewel. Ik denk dat als je als echt jonge meiden hier volgen, dat je dan daar wel iets meer, iets meer mee te maken hebt. Maar dus het gebeurt wel. Wel negatieve commentaren, Nina? Ik moet zeggen dat ik heb denk ik heel erg geluk met mijn publiek. Want op YouTube heb ik eigenlijk alleen maar hele lieve comments. En op Instagram ook. Ja, daar ben ik klaar mee. Ja, nee, dat is het allereerste keer dat ik dat heb moeten doen. Dus het was wel even, dat ik dacht, kennelijk kan dat dus ook. Ik denk dat anderen dat hebben, maar ik had dat nog nooit meegemaakt. En af en toe is een losse vlodder. Mm-hmm. Ja, zoek het uit. Of iemand zegt, deze video gaat nergens over. En dan denk ik, dankjewel voor je reactie, want door jouw reactie komt mijn video weer hoger. Dankjewel. Ja, dat vind ik wel positief om mee om te gaan. Want ja, je zet natuurlijk wel je eigen leven in de spotlight. Ja. En als mensen er dan toch negatief op reageren, ik kan me ook voorstellen dat je dan er toch heel onzeker van wordt en denkt van, maar deze mensen zijn heel negatief. Terwijl ik vind het heel goed voor je dat je er dan op zo'n positieve manier mee omgaat. Ja, ik denk dat juist omdat je met je gezicht dus... Ja, in ons geval op YouTube zit. Mm-hmm. Denken mensen van dat ze je kennen. Ja. Ik ga redelijk vaak uit eten, denken mensen dat ik wekelijks uit eten ga. Ik post niet zo heel vaak, dus elke keer als ik uit eten ga, doe ik iets bijzonders. Dus laat ik dat zien. Ja, maar ik ga altijd uit eten. Ja, dat is niet waar. Een beetje zo. Hoi. Gaan volgen voor balanceren en balanceren.
zijn. Ja, en een leven fitness, in balans. Fitness, balans en leven. Eigenlijk is het een gericht onder plantaardig dieet, hè. Ja. Dus het sporten en plantaardig eten, maar ook letten op zorgen dat je contact hebt met vrienden en dat je rust hebt en zo. Dus ja, volg dat ook zeker. En laatst heeft hij ook een hele leuke in België is hij geweest. Ging allemaal leuke dingen testen. Dus ja, check het uit. Ik vind het heerlijk als jullie naar mij kijken terwijl ik dingen eet. En dan weet ik zeker dat het lekker smaakt. En, ja, lekker zin. Daar weet je ook al wat van, hè? Dat het nu, ja, dat is super. Ja. Met een andere geweldige YouTuber. Wat vind je er trouwens van? Nou, ik vond het heel gezellig hier vandaag. Ik treffen heel veel leuke mensen. Heel veel leuke contacten, nieuwe contacten ook. En zeker een hele bereiking ook weer. Ja, ja, super leuk je het echt ontmoeten hebben. Ja, dat is ook nog een keer leuk. We hebben elkaar ook nog eens. Ja. Zit alles in de beschrijving weer. Ik heb hier een zwarte peen. Ik weet niet of iedereen bekend is. Dit is gewoon basically een paarse wortel. Ik ga eerst deze haal ik bij de Turkse supermarkt. Dus ik ga vaak naar Turkse of Chinese supermarkten. Dan support je kleine bedrijven. En ze hebben ook vaak een ander assortiment. Dat hier kleine noedels. Maar ik kan niet hier wat zien. Die zijn echt heel blauw. Hoe ik hierbij ben gekomen is, heeft een science project op school waarin je speelt met de pH-waarde, gebruik ze rode kool. En ik dacht, hoe kan ik dit toepassen aan eten? En toen kwam ik bij de noodles. En ik kan het ook doen met de rijst. Dus alles wat heel erg licht is. Bij rijst wordt het iets meer pastel. Ik heb bijvoorbeeld sushi gemaakt daarmee. Of een sushi bowl, whatever je wilt doen. En dan heb je gewoon voor een hele, ja, je hebt verschillende resources voor blauwe cursus, zoals butterfly pea flower, blauwe spirulina. En dat zijn allemaal dingen die best wel elusive zijn, dus moeilijk te vinden of heel duur. En dit is een goedkoop alternatief. Een hele kleine reepjes snijden.
De avocado moet goed zacht zijn, maar niet te zacht dat hij uit elkaar valt. Want dan heb je guacamole. Ook heel lekker, ja. Kunnen jullie zien wat ik doe? Mm-hmm. Oké, okay, top. Oké. Okay. Nu is dit gedaan. Wat ik nu ga doen is basically het zo uit elkaar brengen. Zien jullie dit? Ja. Okay. Dus je wilt het zo dun mogelijk snijden. En dan maak je het zo. Haal je het uit elkaar. En wanneer het uit elkaar is, breng je het naar elkaar toe. Dus dat is zo. Dan heb je een goede zachte avocado nodig, anders dan gaat dit niet lukken. En dan zo. Is het af? Ik denk dat je het goed ziet, maar ik zou zo meteen wel, als de bol af is, kunnen jullie allemaal komen kijken als jullie zin hebben. Dus dit kan je gewoon van tevoren al klaarmaken. En wanneer je dan je lunch wilt maken, pak je gewoon alles bij elkaar. En dan heb je je eigen bol. Dit kan je met verschillende gerechten doen. Ik heb online theindigokitchen.com heb ik een aantal recepten voor tofu. Die kun je ook gebruiken als je de gerookte tofu niet gebruikt. Zo. Ik heb hier wat kimgroenten. Doe ik erbij. Dan heb ik hier mijn avocado. Ik doe mijn mes eronder. Normaal heb ik een groter mes, dus het is spannend. Oké. Okay. We are going. Badaam! Thanks. Hoe kan ik dit zonder jullie doen? Geen idee. Zo, leg ik dit erbij. Dan pak ik mijn bietjes. Voorheen was biet een van de dingen die ik echt gewoon niet wou eten. Ik lust het gewoon echt niet. En toen ben ik bietpoeder gaan gebruiken om eten rood te maken. Het heeft een hele subtiele smaak. Je proeft het bijna niet. Dus je, je komt ermee weg. Maar omdat onze smaakpapillen zich om de zoveel tijd veranderen, op een gegeven moment begon ik bieten te craven. Want ik er gewoon trek in. En ik dacht, wat gebeurt hier? Waarom heb ik trek in biet? En uiteindelijk heb ik nu gewoon momenten waarin ik gewoon echt zin heb in biet. En dat komt omdat ik dat poeder gebruikte in mijn eten en mezelf een beetje heb gerewired. Dus als je iets niet lekker vindt, kan je altijd een heel klein beetje toevoegen van hetgene als je het toch wilt eten omdat je weet dat het gezond is. Zien jullie de noedels? Ja. Okay. Ik ga nu met de citroen eroverheen. Dit kan je ook doen met limoen of iets anders met een wat iets zuurder is. Ja. Maar het verandert nu direct van kleur. Een unicorn. Ja, we hebben een feestje gecreëerd. Dankjewel. Ja. Ui, saus, olijven, zonkracht, tomaten, wortel. Alrighty. Dankjewel voor het kijken naar deze nieuwe video. Ik vond het heel erg gezellig. Wat vonden jullie ervan? Ja, het was weer een topdag. Geweldig. Sorry, ik ben niet lang genoeg. Het was in elk geval geslaagd. En het was lekker. Ik heb weer heel veel mensen gezellig gesproken. Helaas niet iedereen, maar de meeste wel. En ik vond het erg leuk. Dank jullie wel. En tot de volgende keer. Dag. Hoi.